Dit is wel de meest bijzondere grammofoon die ik heb. En ja, daarmee ook automatisch mijn favoriete grammofoon. Want hier zit alles in wat een grammofoon apart maakt. Ik zal hem aanzetten, dan kun je het zelf zien. Hij speelt namelijk de plaat aan twee kanten af. Je ziet dat hij dus nu eerst de naald omdraait, de bovenkant van de plaat speelt. Ik zal hem nu onderbreken en dan weer te laten zien wat hij doet als de plaat staat. Dat doe je normaal niet met de hand, maar je wacht, laat de plaat afspelen en dan hebben we de pech dat die timer erop zit. Die timer zit erop omdat je hem kunt onderbreken om de duur tussen te wisselen. We zijn hier bij Gerard Oortwijn uit Raalte. Hij zal ons zijn verzameling elektrische grammofoons laten zien. Is het dezelfde plaat als aan de andere kant? Ik ben begonnen met verzamelen. Dat begint met een grammofoonplaat. Ergens in de begin 1990. Dat was het moment dat de grammofoonplaten gingen verdwijnen. En je op rommelmarkten, waar we veel naartoe gingen, voor heel weinig geld dozen vol met grammofoonplaten kon kopen. Ja, dus daar heb ik mijn eerste grammofoonplaten gekocht. En ja, dan heb je ook een platenspeler of een grammofoon nodig. Dus dat was eigenlijk in het verlengde daarvan. En hoeveel exemplaren heb je intussen? Ik heb ze niet recent geteld, maar zo'n 120, 130 exemplaren heb ik als Jans bij elkaar opteld. Een groot aantal zeg. Ja, dat is inderdaad een groot aantal. Dat is ook meteen het probleem, want waar laat je al die dingen? Ja, precies. Lukt dat een beetje? Nou, eigenlijk niet. Een deel op zolder, een deel hier in mijn werkkamer, een deel in de schuur en nog een deel weer op de schuurzolder. Dus het is wel een beetje een versnipperd geheel op die manier. Maar goed, het is toch een kwestie van bewaren en kan wel goed. Nou, dus we kennen de grammofoon. Het is eigenlijk een muziekdoosje. Het is van Fischer. We hebben altijd samen met mevrouw, dat doen we nog steeds, veel rommelmarkten bezocht. En in die periode schafte iedereen zijn grammofoonplaten af en iedereen deed zijn grammofoon de deur uit. Dus toen kon je op rommelmarkten heel veel van dat spul kopen. En het meeste heb ik eigenlijk wel gekocht op de rommelmarkt in Liel. De braderie in Liel is ieder jaar eerste weekend van september. Daar zijn we jarenlang naartoe geweest. En daar heb ik heel veel spul vandaan gehaald. Daarop zitten. En die danst. Ja, dit is ook wel een heel uniek exemplaar, hè? Ja, je zou niet direct zeggen dat het een grammofoon is. Nee, zeker niet in de staat waarin die nu is. Dat komt, hij heeft 70 of 80 jaar ergens op een zolder gestaan. En het is gewoon staal wat verroest is. Maar het is een opnamegrammofoon, het is een professionele opnamegrammofoon. Die werd vroeger verhandeld door Radio Burg in Wassenaar. En bij het opruimen van de zolder van dat bedrijf kwam er heel veel technische apparatuur, ook heel unieke apparatuur, voor een groot deel naar een museum toegegaan, naar het Omroepmuseum in Hilversum. Maar ik mocht dit apparaat ophalen. En je kunt hiermee zelf grammofoonplaten snijden. Hier hoort nog een draaiplateau op, die staat daar. Dit is de snijkop, die kun je in balans brengen. En hier is de spindel, door het draaien van de van een V-snaar op die spindel verschuift de snijkop over de plaats zodat je een mooie rechte groef, ronde groef kunt snijden in je grammofoonplaat. Enig idee hoe oud of die is? Dit is tussen 1935 en 1945 is dit verhandeld. Hier zit nog een bevestigingsstuk voor een stofzuiger. Want bij het snijden van de plaat komt natuurlijk altijd een snijrestanten tevoorschijn. Het werd door die stofzuiger afgezogen. Nou, dan heb je natuurlijk meteen weer het lawaai van de stofzuiger op je plaat staan. En daarom moest die stofzuiger weer ingebouwd worden in een geluiddichte kast. Nou, die heb ik er niet bij. De boxes. Ja, enige fantasie. Echt gewoon dit. Ik wilde hier nog een ander ding laten zien, dat is deze. Dit is Nederlands fabrikaat. Dit is een wisselaar. Dat betekent dat daar een stuk of 10 platen. Vijf platen op kunt leggen en dan wisselt die en dan kun je die platen afspelen. Maar dit is een Jobo. Een Jobofoon of Jobotoon. Dat zijn de merknamen. En het heeft heel lang geduurd. Niemand wist waar dat ding vandaan kwam, wie dat ding geproduceerd had en toch waren ze op de Nederlandse markt. En een collega-verzamelaar, die heeft het uiteindelijk uitgevonden. Die is in contact gekomen met een ex-werknemer van Jobo. En het vermoeden was wel dat Jobo stond voor Joop de Boer.
En dat was ook zo. En Joop de Boer had een productiebedrijf in Amsterdam en die produceerde daar deze plaat. Ja. En bij een talencursus in de 50er jaren hadden mensen, niet iedereen had een grammofoon. Dus Lingua Von stelde grammofoons beschikbaar, die kon je kopen of die kon je huren. En dat is dit ding. Het bijzondere hieraan is dat een ouderwets akoestisch element op zit. En daar begon het vroeger mee. Hier komt dus geluid uit. En dat gaat niet via de radio, maar dat komt hieruit. Terwijl er wel een elektromotor in zit. En dat is eigenlijk gedaan met een ouderwetse elektromotor. Die kon je namelijk langzamer laten lopen. Er zit een rem op. En een talencursus is het soms een voordeel om het wat langzamer uit te spreken. En dus kon je dat ding een beetje afremmen, zodat de mensen makkelijker hun talen konden leren om de snelheid van die motor af te remmen. Dat is het verhaal achter deze grammofoon. Ja, een andere danspas. Dit is een opnamegrammofoon voor thuisgebruik. Het principe is hetzelfde als een grammofoon, alleen je ontvangt geen geluid, maar je stuurt hierdoor geluid naar binnen toe. Je draaitafel draait. Dit is de snijkop. Hier zit een snijnaald in. En door het draaien van deze plaat en het draaien van deze spindel beweegt deze plaat, deze arm, naar voren. Zeg maar die kant op, waardoor er een groef gesneden wordt in deze richting van de plaat. Daar werden allerlei soorten platen van gemaakt. Dit is er bijvoorbeeld één. Deze plaat is gemaakt op deze grammofoon. Peter Vermeulen, iemand in Brabant, want daar heb ik hem gekocht van zijn zoon, die de schuur heeft opgeruimd en nog een hele doos met plaatjes erbij meegaf. Nou, de kwaliteit is allerbelabberst. Maar om je een idee te geven wat je daar dan mee kon, zal ik er eentje afdraaien. Het is niet best voor je grammofoon. Dit is een wisselaar voor 45 toeren singeltjes. Je moet je voorstellen dat in het begin 60er jaren, toen de singeltjes en de popmuziek kwam, de eerste plaatjes 2,5 minuut speelden. Dus je moest elke 2,5 minuut moest je naar je grammofoon toe gaan lopen om er een nieuw plaatje op te leggen. Nou, daar is dit ding voor uitgevonden. Dit is een wisselaar voor 45 toeren. Dat bedoelt, die plaatjes passen hier precies overheen. En je zet het ding op je grammofoon. Niet elke grammofoon, hè, kan dat automatisch. Je grammofoon moet er geschikt voor zijn. Je legt je plaatjes erop. En dat kun je dan instellen naar de soort platen die je hebt. Je drukt op de startknop. En dan moet ik hem. Dan zie je dat die arm omhoog gaat. Dan valt het eerste plaatje. Hop. En dan gaat hij spelen. Ja, wat is het bijzondere van deze grammofoon? Deze grammofoon is een combinatie van een filmstripprojector. Die zit hier bovenin. En een grammofoon. Filmstripproject was waar er als eerste. En je wilde natuurlijk graag gesproken woord bij een filmstripproject hebben. Nou, in de latere films zat dat gewoon ingebouwd in de film. En dat draaide automatisch geluid mee. Bij de eerste apparaten had je een afzonderlijke grammofoon voor nodig. En de grammofoon vertelde een verhaal. En dat verhaal combineert met de plaatjes. Ik zal hem even doorspoelen. Op het moment als je een piep hoort op de grammofoon, dan is dat het moment om op deze knop te drukken. En dan komt er een nieuw plaatje voor. Dus als je goed luistert, hoor je zo meteen een piep. Filled with gold and silver. The widow believed that this treasure would keep her family from want for many years. One day, an old woman, who was really a witch, came to the house begging for food. Dit is een deel van de Summa-encyclopedie. Die bestond uit vier delen. Encyclopedieën werden in de 70 en de 80 jaren was dat heel populair. Iedereen moest een encyclopedie in de kast hebben staan. Maar het grappige van deze encyclopedie is dat veel onderwerpen in die encyclopedie voorzien zijn van grammofoonplaatjes. En dan kreeg je een grammofoonplaatje bij. En daarmee kon je dus live fragmenten afspelen van onderwerpen in die encyclopedie. Ik zal even een paar onderdelen, paar
dingen pakken. Kijk, hier heb je dus een nieuwsonderwerp. Deze pagina met plaatjes. Hier op deze pagina staan de teksten. En hier heb je de grammofoonplaatjes. We hebben kennis kunnen maken met een zeer bevlogen hobbyist, een zeer bevlogen verzamelaar. Ik kan me niet voorstellen dat je zegt, ik stop ermee. Jij gaat nu met wel iemand die gaat door. Ja, ik ga wel door, maar ik moet het wel een beetje inperken. Je kunt niet eindeloos door blijven gaan met spullen verzamelen. Ah, ik heb er ook geen ruimte voor. Maar je moet je ook realiseren, je wordt ouder en dit soort verzamelaars van grammofoons, dat zijn allemaal oude mannetjes. Die zie je ook op grammofoonbeurzen. Dat is net een snoepwinkel voor oude mannetjes. Die lopen daar tussen oude radio's en grammofoons. Maar die categorie mensen gaat natuurlijk een keer dood. En dat realiseer ik bij terdege. Als ik er niet meer ben, dat duurt nog wel een paar jaar. Maar mijn kinderen die hebben heus geen zin om die oude rommel te bewaren. En voor hun is het oude rommel en die kieperen dat zo in een container. Dus ik ga nu wel afbouwen. Ik ga wegdoen wat ik niet echt meer per se wil bewaren. En de unieke stukken, die bewaar ik. En die koop ik ook wat bij, als ik die nog kan vinden. Bedankt voor je tekst en uitleg. En nog heel veel succes. Ik dank je wel, graag gedaan. Ik vond het leuk om het te laten zien. Oké. Okay. Heb je geluid genoeg? Those endless days are sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe me.